Leuvenplein ben ik vanavond niet de enige dikke man, hoewel nog steeds de dikste. Vandaag de koning interviewen van Nederland. Ischa Meijer, welkom. Ischa. Mijn eerste vraag. Koning interviewen. Koning interviewen. Ja, dat ben je toch. Mijn eerste vraag. Wat is dat iemand leeg laten lopen? Ja, dat bestaat niet natuurlijk. Dat bestaat ook niet. Als er een is die weet dat het wel bestaat, ben jij het? Ja, ze lopen op papier leeg, maar in werkelijkheid valt het leeglopen altijd natuurlijk reuze mee. Hè? Laten we eventjes vaststellen dat natuurlijk het belangrijkste van een interview is, dat weet je zelf, donders goed. Hoe geef je de vorm aan? Door te herschrijven, zoals in jouw geval? Ja, hoe geef je de vorm aan? Nee, dat hoeft niet. Je kan ook die vorm al in het interview zelf of in het vraaggesprek zelf bieden, zou ik maar zeggen, of aanreiken. Dat is, wat dit betreft heel interessant. Ik sprak laatst een cutter, dat zal jou niet... Een editor? Ja, zo iemand die snijdt in films. En die vertelde mij over een filmer. Die bracht dan voor een documentaire een berg film, zou ik maar zeggen. Een berg celluloid. Ja. En dan moest die cutter dan een film van maken. Nou, als interviewer of journalist begreep ik dat helemaal niet. Want ik dacht, ja, als je toch een film maakt dan, of een documentaire, dan heb je toch een idee wat je wil. En zeker in de vorm. Het gaat natuurlijk altijd over de vorm. Het gaat niet over de inhoud. Het gaat niet over het leeglopen. Maar het gaat erover hoe groepeer je de woorden. Of hoe leid je het in... Mooi verhaal, maar mensen lezen jouw interviews ook omdat mensen leeglopen. Nee, toch? Maar goed. Wacht nou. Ik natuurlijk. Maar ze zeggen bij mij heel zelden meer dan bij anderen. Dat geloof ik niet. Ja, dat geloof ik dus wel. Dat is heel moeilijk te verkopen, kennelijk, maar... Brandpaper, een van je beroemdste interviews. Ja, dat was een uitzondering, ja, ja. Dus een vrouw, een toenmalige vrouw, zei... ik ben toevallig getrouwd met de enige aardige socialist, et cetera, et cetera. Ja, en dan ga ik toevallig mee naar bed, zei ze. Dat soort dingen, ja, ja. Ja, luister, jij typt dat op? Ja. Hoezo vorm? Het is bovendien heel leuk vormgegeven, want je kon die dialoog tussen die burgemeester en zijn vrouw heel makkelijk volgen. Dat is toch onder elkaar, dacht ik ook. Ja. Het is toch vrij moeilijk hoor, om verschillende mensen met elkaar te laten praten in een interview. Liep je bandapparaat toe? Ja, loopt altijd. Loopt altijd. Laat je altijd bij lopen. Ja. Dus je bent altijd gedekt door de band? Ja. Maar je zegt wel, neem ik aan tenminste, ik schrijf ook over mezelf, heb je vaak gezegd. Ja. Het zijn eigenlijk altijd verhalen over jezelf. Deels. Deels. Deels natuurlijk, grotendeels. Je pakt een facet van iemand dat bij jou hoort, dat intrigeert je, daar ga je mee aan de slag. Ja. Ja, maar in zo'n geval van Peper was het natuurlijk uitzonderlijk. Dat was natuurlijk ook een, in mijn oeuvre zou je kunnen zeggen, een uitzonderlijk moment. Mart Smeets? Ja, was... Kijk, als eenmaal zo'n interview is geweest van zo'n Peper, dan willen heel veel mensen in zo'n serie. Ja. Zoals jij hebt dan die en die in jouw serie en dan willen anderen ook in jouw serie. Ja, dat is ja, toch ja. Ook evident hoe dat werkt. En na Peper wilden andere mensen ook wel eens een beetje glamour en een beetje het nieuws. En dat komt via mij heel gemakkelijk. Dat was een plek die was bekend. Nee, maar je bent al 10 jaar de beste interviewer van Nederland, zo niet 15 jaar. Ja, dat zeker. Alsjeblieft, meneer Meijer. Maar... Dat was ik daarvoor al. Goed, ja. Maar... En je schrijft over jezelf. Die interviews zijn zijn verschillend in verschillende perioden van mijn leven. Toen ik begon, waar ik altijd ook onderste steen boven de mens... Ach, ja, dat. Die flauwekul. Flauwekul? Ja, dat soort flauwekul. En later wou ik veel meer de tijd beschrijven waarin die mensen dan leefden. En dan weer was dat facet interessant. Het verschilt natuurlijk enorm. De stijl verschilde ook erg. Het verschilt ook erg van toen ik begon en toen ik wat vergevorderd was en toen ik heel goed werd. Wanneer werd je goed? Met interviewen? Ja. Het valt me achteraf altijd eigenlijk ontzettend tegen. Ja? Ja. Lees je ze wel eens terug? Ja, stiekem wel eens een keer. Zo'n bundeltje. En dat valt niet mee? Nee, het valt niet mee. Ja. En waar ben je dan het beste in? Hè? Het is ook iets heel treurigs eigenlijk om daar het beste in te zijn, lijkt me. Het weergeven van andermans woorden. Het is natuurlijk nadat dat het een hele parasitaire bezigheid is, interviewen. Dat kan je wel zeggen, ja. Heb je nou zoiets van ik stop ermee? Ja. Maar altijd door? Ach ja, dan doe ik het maar weer. Ik vind het ook wel heel gezellig. Praten? Ja. Ja, dat gaat verder. Het is alsof jij het concert als levens beluistert van mensen. Je gaat een beetje naar ze zitten kijken en ze praten tegen je. Ik kan goed luisteren, ja.